kijk, hier ligt een beetje. En toen keek ik dus verder. Naked Hotjes! Hoi allemaal, leuk dat je er weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is nu avond. Phil is uit eten met zijn werk. En ik ben dus nu alleen thuis. Mijn moeder heeft net opgepast, want ik heb net les gegeven. Ze heeft ook de kindjes eten gegeven. En nu is het tijd om de kindjes naar bed te brengen. We gaan naar bed, Laila. Gaan jullie zelf klimmen? Doe die maar in je mond, schat. Kom, gaan we jullie naar bed brengen? Ja, naar achteren, naar achteren. Ja, kom Jess. Pas op Jay, pas op voor Jessie. Lieverd, de deur mag zo meteen dicht. Je zusjes moeten er nog door. Boef, je zusjes moeten er nog door. Ja, kom maar. Kindjes, ga naar boven klimmen. Jessie, kom. Kom. Yep, goed zo. Yeah. De deur. Go, 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 go. Ja, doe maar dicht, Jay. Doe maar dicht. Goed zo. Ik moest even een handje helpen, want de camera in mijn handen, drie kids naar boven laten klimmen die niet willen klimmen, was een beetje lastig. Dus ondertussen zijn we boven. Jay heeft zijn speentje alweer gevonden. Jessie heeft hem ook gevonden. Wie wil je hoofd gestoten ondertussen? Snoepie. Even kijken waar je zusje is. Hey, hallo. Laila, ga er eens vanaf. Gevaarlijkert. Ga er eens vanaf. Jay kan nu dus sinds kort zelf op bed klimmen. En Laila, nou, hallo. Gossie Mickey, hé. Jay kan dus zelf erop klimmen. En Laila is dus gewoon zo slim geweest om het poefje hier voor het bed te zetten. Dan op het bed te klimmen. En dan vervolgens daarop. Kiddies, gaan we niet doen. Kom hier. Waarom ik dus ben begonnen met filmen in de avond en niet in de ochtend is omdat we dus een tijdje terug al het potje hebben geïntroduceerd bij de kids. Die hebben we dus gewoon in de woonkamer of nu in hun kamer neergezet. En dan zeggen we dus dat ze op het potje moeten gaan zitten en daar een plasje moeten gaan doen. We hebben ze al een paar keer alleen in hun blote billen laten rondlopen. En dan gezegd dat ze op het potje moeten gaan plassen. Nou ja, dan kan je natuurlijk raden dat dat niet gebeurt. Dat ze dus wel plassen, maar niet op het potje. Dus het is heel handig dat als je deze methode probeert, dat je dus ook gewoon een dweil in de buurt hebt. Echte vaste methode hebben we nog niet. Ik zal jullie morgenochtend daar eventjes meer over gaan vertellen welke methodes je hebt en welke methodes wij gaan gebruiken. Waar wij nu in ieder geval mee gestart zijn is dat we dus gewoon voor het slapen gaan voordat ze een schone nieuwe luier aankrijgen. Dat ze hier dus gewoon eventjes in hun blote billen rondrennen. En dat we dan zeggen dat ze op het potje moeten gaan zitten en dat ze daar moeten gaan plassen. Grote kans is natuurlijk dat ze ook hier weer gewoon in de kamer op de grond plassen. Maar als ze dus voelen dat het langs hun benen loopt, dan weten ze dus van oh, hey, ik ben aan het plassen. En dan willen we ze nu duidelijk gaan maken dat dat dus op het potje moet. Ik ga de kids om zijn beurt eventjes hun luier uitdoen. Even kijken waar ze zijn. Hier hebben we in ieder geval Laila. Dan ga ik in ieder geval even Laila de luier uitdoen. Goed zo, Jess. Ja, ga maar zitten. Je hebt alleen je broek en je luier nog niet uit, maar dat maakt niet uit. Goed zo, schat. Zit je lekker? Pas op, Laila. Laila wilde dus niet zitten. Die loopt hier wel een soort van in de blote kont. De luier is uit. En ik heb hier dus gewoon eventjes de doorgang geblokkeerd. De luier is helemaal neergezet in een wasmand. Dat mochten ze plassen, dan gebeurt het in ieder geval hier ergens in de kamer. Dat ik alleen deze kamer moet onderzoeken. Oplasjes. Jess, zal mama je broekje uitdoen? Dan kan je op het potje zitten zonder luiertje. Is dat oké? Okay? Jessie, schat, ga jij ook even op het potje zitten? Ah, dan gaat Laila natuurlijk. Ga maar zitten. Nee, laat hem op de grond staan. Ga maar zitten.
Zo. Goed zo, lieverd. Nee, nee, nee. Laat hem staan. Jess, dat is niet het potje, schat. Niet daarin plassen, hè. Dat is een wasmand. Geen potje. En als nummer 1 het wil, dan wil nummer 2 en nummer 3 het natuurlijk ook. Kindjes, dat is de wasmand, hè. Dat is geen potje om op te plassen. Dus niet in plassen. Serieus, hoe gaan we dit doen? Zeg maar goedemorgen, Jay. Je hebt papa en mama wakker gehouden vannacht. Jay die heeft lekker bij papa en mama vannacht geslapen. Ik denk dat hij last van zijn buik had. Of misschien wel een nachtmerrie. Zit je te staren naar de camera? Waarom zwaai je dan? Goed zo. Het is nu ongeveer 8 uur 's morgens. En we willen de kids opgezette tijden op het potje zetten. En dat willen we dus doen tussen 8 en kwart over 8. Dus ik ga nu de kids uit bed halen. En dan ga ik ze eventjes op het potje zetten. Ik ga dat wel om de beurt doen. We moeten nog steeds nieuwe potjes halen. Maar ik heb nu gezien dat ze bij de HEMA waren. Vorige keer was ik in de stad, had ik ze niet meegenomen. Omdat mijn handen vol waren met andere boodschappen. Maar misschien dat ik ze vandaag wel kan gaan halen. Want nu moet ik dus ook steeds het potje van boven naar beneden meenemen en andersom. Dat is niet echt bepaald handig. Ja, blijf maar even zitten op het potje. Nee, ga zitten dan. Doe even plasje. Jenny wandelt hier nog wel eventjes rond. Ik ga ondertussen de meiden uit een slaapzakje halen. Dat hij nog eventjes de kans heeft om op het potje te gaan zitten. En om misschien een plasje te doen. En als hij dat niet doet, is het ook prima. Dan doe ik hem gewoon een luier om. En dan ga ik een van de meiden eventjes rond laten lopen in de blote villa. Kom Jess, ga op het potje zitten. Goed zo. Goed erop zitten. Nee, nee. Laat staan. Kom op, ga maar zitten op het potje. Goed zo, Jessie. Misschien moet je plasje doen. Psst. Laat staan, hè. Niet optillen. Nee, nee. Jessie heb ik net een luier aangegeven. En Leila die loopt nu rond in de blote kont. Dus dan kunnen we even kijken of zij nog op het potje wil. Jullie hoorden dus net dat Leila uitgleed. En hoe komt dat? Ik denk dat Leila hier heeft zitten plassen. Kijk, hier ligt een beetje en toen keek ik dus verder. Nee, kijk uit Jess! En toen lag hier ook plas op de grond. Pas op, blijf daar, blijf daar. Even wachten. Ah, ah, ah. Blijf eens even hier. Pas op, pas op, pas op, pas op. Want er ligt plas hier. Als ze dus de hele dag zo laten rondlopen, dan plassen ze dus overal. En ook niet kleine plasjes, ook gewoon redelijk groot. Gewoon net zoals deze. Dus dit is ook de reden waarom je dat alleen moet doen wanneer je de hele dag thuis bent. Deze kan in ieder geval de was in. Ik ga Leila nog één keer proberen op het potje te zetten. En dan neem ik ze mee naar beneden. Dan kunnen ze lekker ontbijten. Er zijn verschillende manieren om je kind zindelijk te krijgen. En dat hangt er eigenlijk een beetje van af hoeveel tijd jij zelf hebt. En of de methode werkt bij je kind. Eerste methode is de baby zindelijkheidscommunicatie. Ze zeggen dat het al bij een baby kan. Dus wanneer jij weet wanneer je kind moet poepen of plassen. Dan kan je ze op dat moment op het potje zetten. Maar dan moet je dus eerst precies weten wanneer hij of zij zijn behoefte moet doen. Je hebt de manier om de luier weg te laten. En dat vind ik zelf wel een hele fijne manier. En ze zeggen dus dat je dan dus al binnen 3 dagen je kinderen zindelijk kan krijgen. Maar die methode is wel echt voor mensen die niet werken of die gewoon 3 dagen lang alleen maar thuis zijn. Dus dat zou wel een goede optie zijn voor vrijdag, zaterdag, zondag. Wanneer je een luier weglaat, dan voelen ze dat het langs hun benen loopt als ze moeten plassen. En dan wordt het uiteindelijk duidelijk dat ze op het potje moeten gaan zitten. Als je ze gewoon duidelijk gaat vertellen dat dat dus op het potje moet gaan gebeuren. Wel gebeuren er veel ongelukjes dan in huis. Zoals je dus net zag met Leila die buiten het potje plast of ergens anders op de grond.
Dus hou dan vooral een 12 in de buurt. En dan heb je dus ook nog opgezette tijden op het potje zetten. En dat is dus wat ik gisteravond heb gedaan en wat ik vanmorgen heb gedaan. Dus eigenlijk gebruiken we een soort van twee methodes. Wanneer ze een flesje hebben gedronken, een maaltijd hebben gehad, dan gaan we ze op het potje zetten. Dus net hebben ze een ontbijtje gehad met wat drinken. En daarna heb ik ze ook weer op het potje gezet. Het was een beetje lastig om het allemaal voor jullie te filmen. Dus wij gaan ze op gezette tijden op het potje zetten. Wat we ook doen is als we naar de wc toe gaan, dan nemen we weer de kinderen mee. Dan vertellen we wat we doen. We laten het zien. Zodat ze misschien sneller begrijpen wat ook echt de bedoeling is. En nu gaan ze dus wel al op het potje zitten. Ze tillen hem alleen nog wel op. En dat is dus echt niet de bedoeling. Want straks zit er plas in of zo. En dan gooien ze het zo lekker over hun heen. En we gaan dus in de weekenden gaan we de luier weglaten. Nu weten jullie de manier hoe wij de kinderen zinnelijk proberen te krijgen. Thanks in ieder geval weer dat je hebt gekeken. Vergeet je niet te abonneren. En natuurlijk het belletje aan te zetten. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan checken we jullie later. Doei!